Van Eno weer. Met Seoudi. Kapt daar Diarra uit. Nou, Lierse lijkt mij een beetje verlamd. Nou, Benson niet. Terwijl hij ook al veel terugspeelballen heeft afgeleverd. Hier is de Belder. Koppers komt. De Belder is hem kwijt. En de bal gaat er niet in. Hij had misschien de bal achteruit moeten leggen. Maar dan had Joachim ook moeten afhaken. Nu kon Kompany nog redding brengen. Dit was een goede uitbraak. Benson met de corner. Tweede zone, Koppers. Oh, die valt met de bal in doel. En het doelpunt wordt toegekend. Is hoogst ongelukkig, Jo Koppers. Als hij dan eens in de basis gaat staan, gaat hij in de fout, gaat zich wel beklagen bij de scheidsrechter. Overleg tussen beiden. In principe deden ze meestal voor de inswinger. Dus wordt het Benson. En dat is nu ook het geval, meteen op doel. Nou ja, gelukkig voor Koppers kwam die bal redelijk centraal en kon hij hem over de lat tikken. Benson, de 16 binnen en trappen met rechts. Een grote, ging door het stadion. Bal voorlangs. Eerste keer Lierse. Joachim. De Belder met Kompany. Kan de bal aanraken en dan proberen uit te verdedigen. Bij Jacolis, niet ongevaarlijk. Jacolis in de voeten van Joachim. En weer voorlangs. En de Belder ontgoocheld dat hij de bal niet kreeg. Maar het zou ook geschoten hebben hoor. In de plaats van Aurélien Joachim. Had echt tijd daar. De Belder. Had kunnen trappen met links. Die krijgt hij een herkansing. En de bal onderkant lat. Komt er weer uit. Kompany. Moet erop letten. In de 16 meter. Bougrin. Yakubu is mee. Hier is ook nog Joachim. Die mist zijn controle. Diarra. Iets te slap. Nat schot. Zijn ook niet goed genoeg gericht om Koppers te vloeren. Plots twee mogelijkheden op een rij voor Lierse. Ze hebben natuurlijk wel kwaliteit. Scherpe hoek. Hard schot. Onderkant lat. Benson met een hak bij Vink. Jacolis gooit er zich voor. Vink goed gedaan. Meteen gekeken. En gezien dat Joachim er was. En daar is de Belder met veel vrijheid. Oh, de topschutter. Wat laat hij hier liggen. Kijk waar die bal uiteindelijk belandt. Ja, ook bij hem. Zal het wel wat te maken hebben, denk ik. Met de zenuwen. Of met de gemiste kans van daarnet. Alleen voor de doelman. Dan denk je... Nou, 80% kans dat het goal is. Opnieuw Grisset. Lierse beperkt zich voorlopig tot controleren. Solotic, de crossbal. Oeh, Yakubu laat hem over het hoofd glippen. Daar is Stevens. Toch maar uitkijken. En de redding van Hamel. Dichter is Roeselaar er niet bij geweest in de tweede periode. 1-0 is een krappe voorsprong. En zolang het 0-0 blijft in Antwerp-Lommel is er niks aan de hand. Maar daar is de goal. Stevens brengt Roeselare op 1-1. Wij waren even aan het kijken wat Antwerp aan het doen was. Maar uit het niets plots Roeselare met 1-1. Bij deze stand is het de ploeg die scoort... Die de periodetitel wint, Antwerp of Lierse. Benson, nog een draai bij Van Eno. Hij wil het forceren. Toch een goede bal. En, oh, Yakubu. Jongen. Net is Ancoma. Ancoma
Ja, dat is een man die niet kan scoren. Ik heb nog wedstrijden van hem gezien tegen Leuven. Twee levensgrote kansen. Alleen voor de doelman. Twee keer niks. Hier 1-1. Maar het kan nog veranderen. Het kan nog Roeselare worden dat hij scoort. Van Hamel moet daar redding brengen op de poging van Grisset.